Beste Mary's, deze week een opdracht die jullie niet samen, maar alleen moeten uitvoeren. Eindelijk. Vandaag doen wij een beroep op jullie acteervaardigheden. Kruip daarvoor letterlijk in de rol van Mary Poppins. En overtuig meneer Banks dat jij de enige... Is meneer Banks daar? Mr. Banks! De vijf overgebleven Mary's gaan een scène spelen waar ze eerder aan werkten met panelid Tom. 9 maanden terug op de Mary Poppins Academy. Vandaag krijgen ze de ultieme test. Wat weten ze nog en wat hebben ze in de tussentijd bijgeleerd? Vandaag gaan wij een aantal scènes opnemen met de Mary's. Namelijk de ontmoeting tussen meneer Banks en Mary Poppins. Er zijn vele manieren om Mary Poppins te spelen. Dus iedereen zal het voor zichzelf op een bepaalde manier invullen. En er wacht de Mary's een grote verrassing als ze de kamer binnengaan. Ze weten namelijk niet dat Tom zelf in de huid kruipt van meneer Banks. Ja. Goedendag. Ik kom vanwege de annonce. Toen zat Tom Hofman daar ineens met een snorretje. Dat had ik niet verwacht, dat vond ik heel leuk. Na 3 zinnen of zo van de scène dacht ik opeens... Oh kut, wat is Tom! En dan zit daar opeens Tom Hofman met een snor. Ja, ik moest heel hard lachen. Ik vond het wel leuk. Maar hij paste er goed in. Ja, het was wel even afleidend. Het was niet lief van jullie. Annonce? We hebben geen annonce geplaatst. Nog niet. Dit is toch het huis van George en Winifred Banks? Van meneer en mevrouw Banks, ja. En u zoekt een nanny? Ja, toevallig. Mooi. Eens even kijken. Spelletjes doen, diverse, dat is een van mijn specialiteiten. Leuke uitjes verzinnen, onbeperkt snoep. Rode wangen en een aardig uiterlijk. Wat dat betreft geen probleem, hoop ik? Nee, geen zins, nee. Zo mag ik het horen. Maar, bespreekt u die dingen maar met mevrouw Banks. Die heeft daar verstand van. Huishouden en dat soort zaken. Heeft u getuigschriften? Oh, ik doe principieel niet aan getuigschriften. Dat is wel gebruikelijk. Maar volkomen uit de tijd, naar mijn mening. Deftige mensen vragen daar niet naar vandaag de dag. Donderdagavonden bent u vrij, om de 3 weken, van 6 tot 9. Deftige mensen geven woensdagavond om de 2 weken vrij, meneer. Helemaal. Dus daar zal ik dan ook van uitgaan. Nou, dat is dan geregeld. En dan nu de kinderen graag. Spitspot, 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 spitspot. Denk nou, het smaakt nu meer. Als ik daar zit in zo'n oud huis en met Tom tegenover die me tegenspel geeft... Dan merk je gewoon, ik wil Mary Poppins zijn. Ik vind eigenlijk dat je genadeloos toch ziet wie de Mary Poppins types zijn of niet zijn. En wat dat betreft zijn er wel 2 of 3 waarvan ik denk... die hebben daarin, in wat ze zelf van huis uit laten zien... en hoe ze eruit zien, hebben ze een kleine voorsprong.